Hartelijk welkom op de diplomering van onze leerlingen. Voor u staat een trots iemand. Ik ben trots op u als oude verzorger. Gezamenlijk hebben wij onze leerlingen, wij op school en u thuis, gesteund om in deze uitdagende periode het maximale uit zichzelf te halen. Ja, het is zover. Zo ben je leerling, zo kom je binnen en zo ben je eigenlijk al oud-leerling en heb je de klus geklaard. Want daarom zit je hier. We hebben een stevige opleiding geboden met een heel mooi diploma. Met een goede cijferlijst, want je bent geslaagd. Maar daarnaast, en dat staat niet op papier, hebben we u ook ruimte geboden om te ontwikkelen tot die jongvolwassene die je nu bent. Het is nu aan jullie om het pad te kiezen, die wandeling te maken in je leven, te kijken waar je uit gaat komen. En natuurlijk mag je altijd een keer terugkomen om je verhaal te delen. Maar het is in ieder geval een hele mooie plek om op terug te kijken. En ik wens je heel veel succes en ook vandaag bij het tekenen van de diploma's. Wij hebben geoefend 900 keer, ruim 900 keer. Dus jullie gaan het in één keer goed doen. Wij hebben wat langer geoefend, maar succes. En nou gaan we proosten. Dames en heren, geslaagden. Van harte gefeliciteerd met je diploma. En we wensen jullie heel veel gelukkige momenten toe. Proost. Proost. Het is 0,0, hè? Het is alcoholvrij. Ik heb het voorrecht gehad om jullie docent Nederlands te zijn. Ergens de afgelopen jaren. Tijdens die lessen die nergens over gingen, was er één leerling, ik zal niet verklappen wie, die zei: meneer, aan het einde van de rit wil ik graag een stukje uit mijn dagboek met u delen. Lief dagboek. Na een aantal jaar middelbare school ben ik tot een aantal interessante conclusies gekomen. Zo weet ik inmiddels hoe het broertje van Asterix heet dat me van leren afhoudt. Dat is Netflix. Ook heb ik geleerd dat ik niet dwars gelegen heb, maar dat die leraren mij gewoon van de verkeerde kant benaderd hebben. Ja, ik bedoel, 6 plus 3 is 9, maar 4 erbij 5 ook. Meneertje, uw manier is echt niet altijd de enige manier. En lesgeven, kom op, dat kan toch iedereen. En dan die smoesjes, voor wanneer ik te laat kwam. Sorry, ja, mijn bed voelde zich niet lekker, dus ik ben even bij me gebleven. Stond er ongeoorloofd op mijn papiertje. Geloof je dat nou? Windkracht werd uitgelegd. Nou, die docent geloofde niet dat ik bij vlagen geniaal was, maar ik nu even min stil was. Kortom, de eerste 5 dagen na het weekend waren altijd het lastigst. Docenten, directie, conciërge, catering, administratie en zelfs ICT, bedankt hoor, waren best mooie jaren. Esha Biseswar en Jarno Bislik. Kom maar naar voren en onder een luid applaus. Rick Bukkens en Max van Brakel. En de heren Chen, Long Yu en Long Sing. Jullie mogen allebei naar voren. Nicky Dekkers en Manu Kremers. Kom maar naar voren, dames. Van meisje naar dame, van jongetje naar kerel. Veerle Fruiters en Siebe Hartenveld. Janne Huismans en het meisje dat een naam hoort. Jerry van Kaan. David en Sanne, van klein naar groot. Maar we zien ook een aantekening bij David en dan gaan we zo dadelijk natuurlijk even bij stilstaan. David en Sanne, komen jullie je diploma aan? Die ongelooflijk geslaagd is voor zijn HAVO. Ja. Mag ik jou dit aanbieden? Gemeenteraad van Louden voor David, Corenjan, Lief en een kleine geitje. Jasmine en Jelle. Spanning stijgt. Ik zie telefoontjes tevoorschijn komen. Om vast te leggen dat Max Penning van een jongetje in een heer verandert en Justin Raas ondergaat dezelfde medaille.
Marieke Schets van Meisje naar Dame gaan. En ook Noortje is onderschreven naar Ziele de Rander. Kom je naar het podium, dames. Nou, welkom allemaal, dames en heren. We hebben ons best gedaan om nog een snelle kahoot te maken voor de afsluiting. Maar ja, net zoals ons huiswerk zijn we daar vanochtend aan begonnen. In de klassengroep hebben we nooit zoveel geappt. Behalve op de vrijdagavond en zaterdagavond kwamen er wat leuke foto's door de groepsapp. Daar zal de eerste vraag over gaan. Dus zodra iedereen is ingelogd, kunnen we gaan beginnen. Wie was de trendsetter van de bierfoto's? Het zou wel leuk zijn als zometeen nog even de afbeelding vergroot kan worden. Dan kunnen jullie nog even goed kijken naar de def betreffende foto's. Dit was echt Rick. Rick was de eerste die de mooie bierfoto doorstuurde. En zo ging het eigenlijk elke week. Welke leraar lijkt zelf doen voor u was er? Ja, en het goede antwoord is mevrouw Broosjes door de lengte dat er. Oh. En dan nummer 1. Jackie, ja ja. We zijn wel over één ding eens. De leraren gaan ons nooit vergeten, wij de leraren wel. We zijn erg trots dat we natuurlijk allemaal ons diploma hebben gehaald. En ze hebben het zo leuk gevonden dat zelfs heel veel van ons zelfs extra zijn gebleven. Maar gelukkig zijn we hier vanavond, dus we willen jullie allemaal namens ons klas erg bedanken. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze diploma-uitreiking. Ik wens jullie in ieder geval een fijne avond toe. Wellicht dat er misschien her en der een heel fijn feestje zal plaatsvinden. En dat vind ik jullie allemaal van harte. Bedankt voor jullie aanwezigheid en het gaat jullie allemaal goed. Dankjewel.